Welkom lieve schorpioenen en crosswatchers. Dus als je te maken hebt met een schorpioen of als je zegt van hey, die titel spreekt mij aan, ook dan kan het jouw reading zijn. Van harte welkom. Vandaag de Keepers of the Light orakel deck, die ben ik nu aan het shuffelen. Dat is ook wel de grootmeesters orakel deck. Dus wie ondersteunt jou in een bepaald proces? Kan soms ook een overleden dierbare zijn die doorkomt. Dus we gaan wat dieper, zeg maar, in de energie dan normaal. Het Tarot Royal gebruik ik daarbij. Een andere legging dan jullie gewend zijn. Omdat ik juist de diepte in moet. Dat is wat ik heb doorgekregen. Vandaar dat ik deze ronde van readingen voor alle sterrenbeelden aan het doen ben. Dankjewel voor het liken, delen, abonneren, doneren. Ben je nieuw? Kijk even of het resoneert. Het helpt als je je abonneert. Het is trouwens gratis voor al mijn vier de tarotkanalen. Ik heb vier tarotkanalen. Heb je interesse in nog meer gratis readingen? Kijk even hieronder. Daar staan al mijn kanalen. En daar staat ook het linkje naar mijn website. Mocht je graag een persoonlijke reading willen, een rijke healing of contact met overleden dierbaren. Ik ga beginnen met een gechanneld bericht. De vaste kijkers weten dat. Wat mag ik weten voor de schorpioenen? Ik denk dat een van jullie de situatie te zwart-wit ziet. Want ik zie het drop en ik zie het zwart-wit drop. En je moet de dingen genuanceerder bekijken, hoor ik. Dat kan helpen. Kan zijn dat je te maken hebt met iemand die van de regels is. En daar moeilijk van af kan wijken. En dat de ander juist heel flexibel is en heel en dat dat een beetje elkaar stoort, bijt, irriteert, ongemak geeft. Waardoor deze situatie of connectie niet lekker kan stromen. Door wie worden jullie geholpen in deze connectie? Dit is Fate. En zij staat voornamelijk jullie bij om, al dat blauw denk ik dat je mag communiceren. Dat geeft meer helderheid, maar ook dat je vooral vanuit een kalme, liefdevolle manier mag communiceren met elkaar. Dat je meer vertrouwen mag hebben in jezelf, de situatie en de ander met wie je dan eventueel te maken hebt. En vooral positief blijven, want ik denk dat jullie af en toe het idee hebben, lieve schorpioen, van ik zie het niet zitten of kom hier niet verder mee of het lukt niet. En dan ga je dat dus ook manifesteren en dat is niet de bedoeling. Dus blijf kalm, wees vol vertrouwen in een goede uitkomst. Wat zijn hun gevoelens voor de schorpioen. De vijf van zwaarden. Wat vinden ze van de vijf van zwaarden over de schorpioen? De doodkaart. Acties of attitude richting de schorpioen? Ja. Wat zijn jouw gevoelens ten opzichte van deze persoon? Oké. En onderaan het dek hebben wij, dat is de algemene energie, de vijf van munten. Nou, jullie zijn alle twee niet blij over deze situatie. Het kan zijn dat er veel dingen onbesproken blijven. Wat ik zeg, de ene is heel zwart-wit, is van de regels. De ander juist niet, die is precies het tegenovergestelde. En dat botst en dat zien we hier duidelijk in terug. Jullie komen beide in deze situatie niet verder. De ene is heel zwart-wit, de ander is heel flexibel. De ene die flexibel is, heeft het idee van de ander werkt niet mee. Die andere die ziet alleen dat het via de regels moet of wat dan ook.
En jullie hebben alle twee het gevoel van niet verder te komen in deze situatie. Er is een behoefte aan een verandering in deze situatie. Ik denk eigenlijk voor jullie beiden. Want ik denk dat jullie het strijden een beetje zat zijn. Ik denk dat jullie moe zijn van het gekibbel, het gedoe. En ik denk dat jullie dit willen staken. Ik denk dat jullie graag vooruit willen. Ik denk dat de schorpioen wil gaan communiceren. Die communicatie kan misschien wat irritatie geven of wat ongenoegen, wat ongemak. Het kan zijn dat er wordt gecommuniceerd over gevoelens, over gemis, over het gevoel van niet begrepen te worden. Vinden dat de ander niet flexibel genoeg is. Maar in ieder geval, er moet uiting worden gegeven. Alleen moet dat wel op een rustige manier gebeuren. Het kan best zijn dat als de emoties hoog oplaaien, dat er dus een conflict komt, net als in het verleden. En dat moet juist niet de bedoeling zijn. Het moet een constructief gesprek worden, waarbij je dus alle twee weer vertrouwen krijgt, kalm met elkaar praten. Begrip tonen, zodat je dus uit die vijf van munten kan komen en dat er dus een succesvolle verandering komt. Maar het kan zijn dat iemand te veel in zijn of haar ego zit met deze zes van zwaarden. Iemand wacht maar af. Het kan ook zijn dat iemand al aan het bedenken is van hoe moet ik in de toekomst verder. Maar voornamelijk het afwachten, kijken naar de ander, wijzen naar de ander, kijken of de ander zich wel aan de regels houdt. Of misschien wel juist jezelf afgewezen voelen omdat je ziet dat de ander zich juist niet aan die regels houdt. Dat moet stoppen. Die zware last die moet besproken worden met jullie, met elkaar. En dan komt er weer terug balans. Het is een diepe soulmate connectie, er is veel liefde. Maar zo op deze manier gaat het niet langer. Ik denk dat er ook een beetje een strijd is door controleverlies. Kan zijn dat de ene aan het groeien is, dat de ander dat niet zo fijn vindt. En dat dat wat in de weg staat. Dus ik weet niet wie er in deze situatie aan het groeien is, of dat de schorpioen is of de ander. Maar ook de manier van benaderen, van communiceren of juist een gesprek uit de weg gaan, dat maakt de boel moeilijk. Dus er moet gesproken worden, er moet duidelijkheid komen, zodat de situatie kan veranderen. Jullie zijn hier beiden niet blij mee. Maar wees dus bewust als jullie beiden hier aan willen werken, beide vooruitgang willen. En ik denk dat jullie dat willen, want jullie willen niet in die vijf van munten blijven zitten. Dan op een rustige, kalme manier communiceren. Het goede van de ander inzien, vertrouwen hebben. En niet alleen maar wijzen met het vingertje naar elkaar van dat plus en minnen van ik heb dat gedaan, ja, maar je hebt dat niet gezien en nou ja, noem maar op. Dat mag losgelaten worden. Er moet meer flexibiliteit en meer constructieve communicatie komen, zodat jullie verder kunnen gaan, als jullie daar in ieder geval voor willen gaan. Ik denk het wel, want we zagen de soulmate-kaart, de twee van bekers. Dus er is nog altijd heel veel liefde tussen jullie. Dus er is een kans, er is een mogelijkheid, maar dan zal iemand toch wat flexibeler moeten zijn.
in hoe ze naar de zaak kijken, of naar de situatie kijken, of naar iemands handelen kijkt. Dat is wat ik voor jullie heb. Heel veel succes ermee. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Namaste.